Deze 2,5 kilometer onder de 8 minuten zitten we nu. Wat gaat dat zometeen worden hier in Hardenberg? Nou, zo te zien zit Bastiaan Sandbergen erbij. Ja, daar in het storm. Dat heb je heel goed gezien. Ik was voorop voor ons al even moeilijk gezien. En voor mij helemaal dat ik terug bezig was met die prijsuitreiking. Maar er is volgens mij Bertel Krugger die voorop loopt. Ja, maar dat ik dat mee mag maken, dat ik Bertel weer voorop zie lopen. Ja, we hebben de Kruggers als eerste. Gerion Wederweert zit daarachter. En daarachter natuurlijk zoals Wimmel zei, Bastiaan Zandberg. Kan hij dat geweld van Bertel Kruggers, kan hij dat bijhouden? En de volgende loper die daar komt is Marcel Klamer, gevolgd door Hans Stegeman. En daar zien we daar in het groene shirt, dat is Jan ten Kaker. Dat kennen we natuurlijk. En dan samen met de Pascal Frankoman uit de Ommen. Zij gaan hier ook zo'n prachtige ronde neerzetten. En dan op hun hele lintje met de lopers weer. En een extra fiets tussen met de eerste dame. Wat hebben ze dat hier goed voor elkaar in Hardenberg. Maar wie is dan die eerste dame? We gaan gewoon kijken als we hem gaan vinden. Ja, dat is Ilse. Ilse zit er tussen met 631. Met kastjes komt hier voorbij. Ilse Pur, de eerste dame die hier doorkomt op deze 2,5 doorkomst. En daar zit de tweede dame. Zij passeert nu die blauwe man iets verderop. En dat is dan Marije Rulsebos. Wat is die afstand met Ilse? Nog al een stukje. Nou, met Annemiek de Lange. Gauw achter. Marije, Annemiek die loopt over Groningen, maar ze komt eigenlijk uit de Ruinen. Ja, we hebben hier nog de vierde dame. Dat is Annemieke. Dat gaat zo Albers. Ja, dat gaat heel snel met zo'n tablet weer. Dan moet je even naar werk. Hoe je moet kijken. 730. Jonathan Deenter. Hij komt over de man. En ik moet zeggen dat de dames hier veelvuldig voor in de wedstrijd zitten. Want hier hebben we alweer een dame. Ik weet het niet. Dave Rosenbos. De Mattel zit erbij. En hier 622. Natuurlijk meneer Baas. En met 680. Dit is een Tempelman. En 642. Martin Visser. 667. Marcel Thijssen. En deze dame 574. Karin Klaver. We hebben hier nog weer een naam 521. Er is iemand met een dier geweest weer. Maar met 627 dan deze uit Overveen. En dat is Marleen Zandbergen. 531 is Ria Rossi. We zullen hem bijna niet herkennen. Hij heeft zijn handschoenen niet aan, maar het is toch Martin Kreeks die daar over de startlijn komt, of over de finishlijn, of hoe weet je, de voorkomstlijn, kunnen we allerlei namen aangeven. 632 was Hans van der Vecht. En deze naam is 576, Marieke ten Breke. 634, Sandra van Dijk. Wat doen we vandaag met onze dames mee hier? Ah, nou, dat hebben we alle populair hoor, die namen. 694, dat is Josien Nieuwenhuis. 665 van de van mij, Erik Kellen naar Overveen. Maar die hebben ook een van Roelof Hofman met 620. Hij mag toch zo'n prachtige ronde. 519 hebben we Overmars. Ja, hier is dan de moeder van de winnares op die 2,5 kilometer. Net zo mooi als de Dokkenroosje met de Roos. Zij mag ook nog zo'n ronde. Met 593 Rien Meijer. En 645 Gert Koelman. Hij komt hier door. En hier hebben we ondertussen die dame met 590. Dat is dan Alida Jansma uit Hogeveen. Met 588 is Marcel van Ommen. En zo komt het hele lint hier langs. Met al die lopers die 200 lopers hier. Heel mooi Hardenberg. Twee rommen van 2,5 kilometer. Bij de 693 is het druk. Marcel Heuvel uit Hardenberg. Daar wordt het niet zo rustiger van Marcel. Ja, ik denk, je muziek staat zo hard, ik kan je al niet meer verstaan, Wim. Er komt een hele volk hier vandaag met 700 reaars. Ik niet op lijst, maar ik moet nog even daar kijken. 500 in ieder geval. 21 kwam daar voorbij. Hij is er ook weer bij hoor. 591. Hij is er samen met zijn vrouw hierheen gekomen. Hans Goris uit Hogeveen. En hier hebben we 663. Ja. Goh, zoek ik dat zo snel op. Jan Timmermans. 599. Jacob Wilsema liep daar ook nog bij. En Henriette van Nel uit de Westerhaar. Maar zoals Lomen zo mooi met z'n tweeën. Net zoals wij altijd met z'n tweeën zijn deze twee dames ook in een t-shirt verplaatst. Oh, een mooi shirtje.
samen met de dame met 584 met Diana Henning. Dat waren natuurlijk Marian Boijker en Manon Vos. Die aan het trainen zijn alvast met voor Berlijn. Ze zijn er al mee begonnen hoor met de training. Ja, 629 komt hier ook voorbij. En dat is natuurlijk Richard Boks. En 675. Mijn computer, ik kan het zelf hard komen horen. Ik ga het sneller dan ik kan bijhouden. 534, waarom ik heb het? 644. We zijn hier niet meer blij als dat er maar zo. Nou, zo komen die lopers hier natuurlijk voorbij. 532 gaan we eens even kijken wat je hebt dus. Dat is natuurlijk dit, en Vennebeek. Oh, kijk. Oh, Blanke. Oh, wat mooi. Aan de Simmer. Aan de Blanke zelf. Aan de Blanke zelf. Ja, voor de mensen uit Harderberg, ja, die kennen het natuurlijk niet, maar dit is Schoenenbeek van Hoge. Dus jij aan de naast hoort die weg. Dit is nog eens 604. Erik de Hossink is over de finish gegaan. Onder natuurlijk Gert Baas, maar ook Arie Botter, Marieke van Dijk, Ronnie Bosker, André Kerkdijk en Gert Kerkdijk. ...512. Natuurlijk Suzanne Kroon, zij ging over de finish en 522 zijn op de rio overheen. En dat is Annemieke Dilmaai uit Balkenbrug samen met Diane van Dijk. Loopt zij nog zo'n prachtige ronde. Ja, dan kan het ook zometeen niet langer duren weer met een kop. Die snelle Bertel Krukkertrand, kan die nog daar voorin blijven? De eerste finish van de 638, Sander Huisman. Doorkomst denk ik dit. Doorkomst, sorry, zei ik finish. Meisjes, doorkomst. Maar je bent al heel mooi met die finish mee, dus dat zou het natuurlijk ook zijn. Oh, ze is nog helemaal in de moed hoor. 687. Tik nog eens een duimpje omhoog. Dame die ook met de EG loopt. En dat is natuurlijk Nathalie van der Ham uit Harderberg. En de nummer 696. Dan gaan we kijken, dit is Erik Evertz uit Harderberg. En opstaan met 640 Ina Bies. En ook 681. Zij gaan nog een rondje lopen. Dat is Cindy Grendelman Veld. De 717 staat in mijn lijst als persoon. Ja, bij mij ook. Maar in ieder geval Lydia Willeweer. Zij loopt ook nog een rondje. En dit is een dame met 698. Iris Bos. Dat bedoel ik weer. Natuurlijk met de nummer 550 is Fenna, Fenna Sikken. En Fenna komt uit Sleen. Ja. Toppen zijn nog daar in Sleen. Er is ook een liedje over gemaakt. Ik denk meneer begint hier erop. We beginnen altijd over de mooiste meid van Sleen, maar ik haal het dan echt over een meisje ging. Dus ik wil heb ik geen verstand van die Anne Maroel op. Maar goed, nu ben ik er echt over bijgepraat, en dan nou doe ik er ook met niks over zeggen. De nummer 553, Anouk Oring. Goed zo Anouk! Je mag nog wel een beetje. De 537, klaar voor de belt. Zomer uit de Dalen. Ik zie je fiets, ik zie je fiets. Ja, ik zie je wel eens een fiets. Ja, nee, ik zie er in de verte. Oh, een volle fiets. Een volle fiets, dat betekent dat we een finish gaan krijgen. Ja, en wie gaat lezen? En dan wordt het is niet normaal. Is dat? Nee, dat is niet. Is dat Peppel? Ja. Ja, volgens mij wel. Dus de man daar uit, volgens mij is dat Reizen, dan komt hij weg. Bertel, ik ben nog eens een keer met naar Barcelona geweest zelfs. Maar daar is hem in ieder geval op Bertel. Ja, Nijverdal. Uit het Nijverdal. Ja, superster in 16:53, bijbenadering. Ja, nee, officiële tijd weer op mijn lijstje. 16:52, Bertel Krummer uit het Nijverdal. Ja, en nummer 2. Komt hij ook binnen. Voor eigen vier zijn we zo'n Gerrit-Jan Willeert. Hij wordt hier tweeën. En hij doet het in een tijd van 17:12. De man uit Bergen dus van AV Reizen. Gerrit-Jan Willeert. Ja, 573. Marcel Kramer uit Beuningen. Ook hij vies hier. 17:21. Mijn nummer. Ik ben kwijt. Ja, 557. Hans Stegeman. Hij finisht hier samen met Pascal Dankelman. Zij zijn hier binnen. En deze dames, ik ga rustig een rondje met de nummer 508. Deze man.
nog aan de finish hoor. En dat is de man uit Hollandse Veld, Jan ten Katen. Ja, ik ben nog tegen de wedstrijd, maar toch hier ben Bastiaan Sonbergen. Ja. Nou, er is dus niet in die Jan ten Katen, dames en heren. Hij ziet er nog zo goed uit voor zijn leeftijd. Maar hij is al ver in de 50 hoor. En hij loopt dan nog af een nieuwe hond over dat parcours. Ja, Marcel, eerste dame. Ja, daar is niks in gewijzigd. Gaat het parcours komen eraan. Zorg, Ilse Broer. 6.31, Ilse Broer. En wat voor tijd zet ze daarin? 18.13. Ja, dat is een heel snel record. Het oude record was 18.25. Kijk, Ilse Broer, die zet er nog een parcourscore neer hier in Arenberg vanavond. Dat moest natuurlijk nog wel met dat geweldige, mooie, nieuwe, snelle parcours. Ja, 1.4 zo'n bedkassies. Daar bent hij toen in een tijd van 18.36. En ook een raamhuis is binnen. 670, dat is dan de tweede dame, Annemiek de Lange. En zo komt het hele lied hier. Ook een finishje van 538. En dat is niemand minder dan Maarten Zomer. Ja, hier hebben we hier zo'n Maria Roesbos. Ja, we hadden voor een halve minuut langzamer als haar oude parcours voor. Ah, maar Marije is nu aan het verhuizen. Hier een doorkomst van onze, misschien wel helse over, maar in ieder geval Gerrit Willem Lennens uit Harderberg. In ieder geval loopt hij mee uit de categorie 54+. En ook weer zie je Jacco Talen. André Scholing komt hier in. We krijgen hier weer een vies van de eerste nummer 655. Jan Eikelboom, gevolgd door Henrike Elders. De 713, Johan van Beter, Carina Willems, Martin Visser, allen zijn hier gefinished. Heinz Stroeven, ja hij is er wel bij hoor, geweldig, dat heb ik aan de man. Ik zeg jij hem er wel, de nummer 660, Geert Berghoff. 617, Wim Martel, 518, Gerard Gerbrand Hessing. En hier 680. Wat een snelle man hoor, de computer kan het niet eens bijhouden zo snel. De 561, dat was Doeke Hamminga. Het was in ieder geval Vincent Tempelman, dat ik zei, de 680. Ingrid Tempelman zei ze ook weer. En hier krijgen we zometeen een finish natuurlijk van de dame met 574. En dat is natuurlijk niemand meer dan Karin Klamer uit Beuningen in de tijd van 2028. Gevolgd door Kees Kramer. En hier komt Marcel Thijs aan en die wordt weer gevolgd door Dieter Weleweert. Ik heb daar geen tijd bij, die heb jij wel nodig, maar zo. Ja, 531, dat is dan Ria Roosink uit Rijzen. Zij heeft ook hier haar 5 kilometer erop zitten. We zijn hier nog een eindspurt. Ja, maar Martin Kreeft, die laat zich niet gek maken hoor, die gaat niet sprinten. In ieder geval is dat 575, Teun Bigaar. En daarachter zit natuurlijk Martin Kreeft, die hier finish aan het uit Hogeveen. Vervolgens Christian Bos en Harold Hossing. En hier krijgen we een aanleiding dat finishen met 704 uit Koevoorde. En dat is Nico Kotrink. En met nummer 719 komt er dus Jan Schuurman aan. Gevolgd door Anita Rijmers met 523. En met 559 Sander Hutten. En met 576 Marieke ten Breken. 627 Marleen Zandbergen. En ook een Marleen is er binnen. Ik krijg de finish van de nummer... Dat is Mathieu Hero, Annemars van Sandra van Dijk en Erik Hossink en Gerrit Staarman. Christian de Graaf hier met 616. En hier hebben we Han van de Vecht en samen met 640 Jan Roelof Hofman. Dick Hopjes en Josien Nieuwenhuis. Zij gaan hier ook een finish horen waarvoor Josien natuurlijk net iets eerder is. En ook Herman Overmars komt hier ook. De finish met scherm veel dicht. Samen met Dick Dubbing. Nummer 602 is natuurlijk Hans Spanjaard. En daarbij zit Jan Henk Burger met 542. En natuurlijk dan de Charlotte 625, Jeanette Roos. En 507 is natuurlijk Gert-Jan Meijer uit Hardenberg. Ik wil even ergens anders de namen Nou, de mensen over die kijkers, Erik Tillen.
uit Hogeveen. Oh, sorry. Kenny Atleten. Kenny Atleten uit de regio. Erik heeft het zwaar zo gezien. Hij heeft alweer zijn 5 kilometer volbracht hier. En zo krijgen we nog een hele aantal finishes. In ieder geval Marke Kluitenberg uit Koevoorde. En dan gaat die finishes samen met daarachter met 583 als kampjes. En dan komt daar terug in Wilco Morrenjongen, Rina Meijer, Johan Stoeden, Ben Schrijver, Aline Jansma, Bart Kroon. En we gaan natuurlijk Marcel van Ommen noemen. Die zat natuurlijk ook erbij, dat ligt van Lopers. 546 deze man. En dat is Sebastiaan Slot. Samen met Egbert Kuiper, Timmermans, Tom Leemans, Rolf Timmer, Gert Poelman, Henk Vraderman, Gerjan Winters, Marcel Heuver, Johan Veuring, Tom Ossing, Henry Kapper en Klaas Peter van Houten. Ja, zo kun je natuurlijk even door. Je was bij Klaas Peter gebleven, hè? Dat is een voorbeeld. Ja, één vriend van de Bruggen. Vallen wij gewoon. Ik zeg wel mijn oude jongens hier natuurlijk binnen. Hij finisht hier. Dat is, ja, dat staat bij mij op de computer. Een persoon, ja, dat geloof ik best. Van hier Herman Groen is ook gefinisht. Jacqueline van Vazen, 24-06. Koos Kip, die finisht hier in de tijdval 24-10. En daarna Kikker uit Hardenberg in de tijdval 24-11. Alice Zagers uit Racer zijn gefinisht in de tijdval 24-13. Ook Alma van de Velden uit Hardenberg. Zij finisht in 24-25. Ja, de nummer 511 is die vrolijke dame die hier binnenkomt. Dat is natuurlijk 1-3. Ja, nee, die doet in een tijd van 24-37. En net als deze aan Holland, laatste van Otterdorf, 5-92. Jeanette Nijboer in een tijd van 24-45. En met de nummer 560, Jolinde Vermeulen kwam hier binnen. De 618, dat is natuurlijk Jeroen ten Brinke. En hier hebben we Manon Vos met de 503, gevolgd door Marjan Boeing, bijna achter elkaar al. En Manon Vos die had een tijd van 25-01. Marjan Boeing 25-02. Dan praat je toch echt over kleine verschillen, mag ik dan wel. Uitroepen Jeroen Groesen ook gefinancierd. En deze dames die gaan er nog even op, maar dat is 584. Diana Helling, die net voor Henriette van Nijl over de finish komt. En dat was in de tijd allebei van 25-20 zet op de tovercomputer. En ook Hans Schoorens is inmiddels gefinished. En natuurlijk ook de Bernard Herbert uit Werkendrijm in een tijd van 25-30. En de nummer 580 komt er aan Harm Diek uit Demersvaart. Ja, hij strijdt samen met 52 Richard Doorman natuurlijk. En Richard deed het in een tijd van 25-42. Nummer 675, Marco Goors. En dan krijgen we natuurlijk een finish, 651. En dat is Martijn Staarman in de 25-57. Oh, Judith Baas, hoi, oh, Judith. Volgens mij ben je voor Gertje binnen. En Judith natuurlijk nog even uit Hogeveen in de tijd van 26-07. En wat een mooi nummer, nummer 800 en zij gaat finishen. Dat is de persoon, persoon. Ze heeft helemaal geen naam op onze lijstje, hoe kan dat dan weer? Ik sta al voor de camera. Niet doen, niet doen. Zo zal het maar zijn. In ieder geval Gerlo Maters en Rieke Maters, zij zijn binnen. En even als u met 534, Rammel, Kappert en Rafale Pasteer. Op Gea de Vries in 26-45. En op Gripphuis is gefinist. Ja, zijn vrouw was hem net iets te snel. Dat is het nog niet bij jou. Hier gewoon op een kuiver. En Piet Elf is daar. Goed zo! Goed zo! Oh, wat een mooie tijd, Jeanette. Ja, 27. Strip onder de 27, Jeanette. Strip net nog samen met Annette Blankenmarkt. Die waren net eens gebleven. Hoe je verder zie ik Annette. Die schoenen passen. Dat denk ik. We krijgen weer wat finishes hoor. Ronnie Bosker, 27-12. Dick Veenberg in 27-13. Henk Havenkort, 27-17. En Ria. Ria Pies natuurlijk, 27-21. Ria uit Kloosterhaar. Kijk, kom op, man. Kom op. Gigantisch voorbijgesteld door de man in het oranje. Die heeft veel overzicht. Die heeft de wedstrijd wel heel veel gedeeld, die Bart Slump. 27-33.
Miranda Gorissen van de Minister, Arend Blank in de Dijk van 27-35. Gevolgd door Gert Kerdijk in 27-42. Ali Potter, nog weer een persoon. Marieke Dijk in 27-50. En deze dame met 564 is niemand minder dan Hanna de Vries in de tijd van 27-56. Deze man heeft nog energie over, hij vloog er nog even voorbij. Ja, Lodanger Kikkert, 28.05 uit Harderberg. En ging even Rita Knol, even uit de tijd van 28.06, even snel voorbij. Maar ook Erik Hossink, hij is binnen hoor, 28.07. De man uit Zolle, en ook in de categorie 50+. Kijk eens, die benen van de mooie pas hoor. Ja, daar is nog energie over. Kijk, dat laatste stukje daar, die finish, oh wat mooi, wat mooi. Kijk eens netjes hoor, onder die 29. En dan niemand minder dan Sanne Luisman uit Bergentheim. Ja, ze wordt gevolgd door Henk Langeloer in tijd van 28-41. Ja, zeg hè. Eventjes tussendoor weer, om 8:15 is de prijsuitreiking van de 5 kilometer. Hier achter ons, bij de tent. Gerard Kramer komt hier binnen. Ik zou zeggen, zeg het voor. Dus om 8:15 hebben we die prijsuitreiking. De prijzen op de 5 kilometer. En vijf vader voor zijn gaat finishen Suzanne Kroon. En samen met Annemieke Delmaai uit de Balkbrug. Zij zijn binnen de beide dames. En zo maken we ook al voor de laatste lopers natuurlijk hier op die 5 kilometer. Ja, maar zo hebben we natuurlijk 209 in het veld zitten. Dus het kan nog even duren. Waar we bij de heren Bertel Kukert als eerste over de finish zijn gekomen. En bij de dames Kielse Puller in een prachtig nieuw parcoursrecord. Maar daarover duurt we straks weer bij de prijsuitreiking. Inmiddels is de zomerwind weer gaan liggen. En is het weer een prachtig hardloopwindje geworden. En daar komt weer zo'n leuk groepje aan. En zij gaan finishen. En dan zal ik u even vertellen wie dat al zijn, deze drie dames. Dat zijn Fena Hiemstra, Ina Bies en Ellen Bril. Ja, we gaan al van verder dan u ging finishen. Prachtig bij elkaar. En wie ook gaat finishen is natuurlijk Dian van Dijk met 577. En met 687 punten in het topje. Nathalie van der Ham uit Hardenberg. En met nummer 681 komt er aan Cindy Grendelman. Ja, met 634. Zonneveld en alleen een voorletter. Wat is het? Marietje? Monique? Marie! Hey Marie! En nummer 506 is Luc de Kramer, 44+. En ook Erik Evers. Erik is ook over de winnaar, hoor. Erik, die kent er niet, de man uit Hardenberg. En het leuke van deze app is maar zodat ik kan zeggen dat we inmiddels al 188 mensen over de finish hebben. Maar dan moet je eens even bijdragen over deze app. Oh ja, totaal. En hoeveel halen er aan staat erin? Ruim 200. 208 of 209. Kom op Dianne Wichtmans. We gaan wijzen. Dan hebben we dat stukje tot aan die boog. En dat geldt natuurlijk ook voor Anouk Oming. Kom maar hoor. Er mag gelopen worden, dat is een wedstrijd. Maar dan gaan we ook voor Lydia Lederit. Ja, goed zo Lydia. En ook Lydia is binnen. De atleten uit de Bergentheim. Dat laatste stukje, zit aan, je kunt waren. Jawel, alles eruit, kom op, ga voor een mooie tijd. Ik weet dat je al onder die 32 is, maar nog ietsje sneller hier is. Iris Bos, kom op Iris Bos uit Hardenberg. En ook zij is binnen. Dames en heren, blijven natuurlijk wel die atleten aanmoedigen. Die handjes die willen we graag zien. Schreeuw ze naar die finish toe, want ze doen het zo goed vanavond. Op dat nieuwe parcours van de 17e editie van de Kuipenstadloop. Dan zeg ik het even helemaal duidelijk. Nou, we daar geen misverstanden over hebben. Nee, dat is geen duidelijk. En ook de zijmafinish, en wie is dat dan? Nou, dat gaan we u vertellen. Dat is met 587. Van der Welt. Thank you.
Ja, ver zeker. Zeker om te lopen de doorkomst van de ring. Kom ver! Bij de nummer 550. Van nog een stukje. Het is de coach aan je hoofd in de buitenbaan. Kom op! Je kunt het zien nog wel. Ze gaan het wel ver naar zeker hoor. 32, 36 op de klok. Om kwart over hebben we dus die prijsuitreiking. Ja, vervolgens dan door die 10 kilometer hier. Vier ronden. Vier mooie rondes van 2,5 kilometer. Hierdoor Hardenberg heen. Op een nieuw parcours. Nou, Wim, als je niet getraind bent om zo'n laptop of zo'n tablet vast te houden. Ik moet spinazie eten voor die tijd. Echt waar, zo'n ding dat eentje, zo'n tablet, dat weegt helemaal niks. En nou, ik zal u vertellen, dames en heren, als hij daar eventjes een half uurtje mee zo stijf in je handen staat en je denkt van, mag wel eens weer naar de sportschool toe. Alleen al om die pols te trainen. En die is eigenlijk wel goed getraind, die pols. Daar ligt het niet aan. Zo in die onderarm zitten weer. Niet die rechter pols, maar dat is wel getraind, ja. Ik hield hem met links vast, dat zou het zijn. We gaan het proberen nu met de andere pols. In ieder geval Leonie Potgieter aan de Bergendijk. Zij gaat richting die finish. Samen met 661 Gerard Muizen. Oh Gerard, kon je nou niet even Leonie nou even voor laten gaan? Dan vind ik nou nog weer zo onschamant. Maar wel sportief natuurlijk. Niks geen rekening houden met die dames. Het is een wedstrijd vol ervoor gaan. En zo zit het dan ook weer hoor, Gerard. Hij is in ieder geval binnen. Die laatste lopen zit, daar zijn we dus nog naar op zoek. Inmiddels een klokje, 7 over 8. Kwart over 8 dus de prijsuitreiking. En half 9, de 10 kilometer. Vier van die prachtige rondes, van die nieuwe snelle rondes hier in Hardenberg. Oké, wat is hier het van Carola de Bruin. Uit Hardenberg. Nou, dan zegt u nog ook naar Hardenberg, wie kent u niet? Ik niet. Dat gaat gebeuren weer. Wat is het? Praatjes, promotie die maar over kan. Als ik denk, wat is dat toch? Nou, die gaan zo meteen volgertjes uitdelen, denk ik. In ieder geval hier 528, José Veldik, ja, je noemt de naam en ik krijg weer een spirit. En zij is binnen, José, je mag stoppen. Je hebt hier 5 kilometer erop zitten. Ja, en ook de laatste woordjes voor Ineke de Ruiter. Brittier, sorry. Ah, oh, het is een typo, maar ik denk dat er een dat kan ook, ja. Ruiter, hè? Maar typo is hier. Typo, ja. Daar kunnen we ook niks mee. Hoe deze dat dan voor dit? Dat is Ruiter. Ja, dat zit heel goed. Zo, heel bijzonder. Ik zou bijna gaan zingen van kom pak je lasso maar. Zo kan ze dat zeggen, hè, die passies. Ja. Dan komt nog weer in de verte dame, maar we zijn nog lang niet meer hoor. Nee. Maar blijf maar even in de buurt natuurlijk als u in de prijzen bent gelopen. Want we gaan daar zo meteen weer razendsnel doorheen. Zodat u niet hoeft te wachten. En verkloren. We krijgen eerst nog een aantal viertjes, maar zo, we zitten op de nummer 200. Maria Potgieter. Goed zo Maria. Zit er aan het laatste stukje. Je hebt nog wel even zo'n klein eindstukje. Gewoon even dat je denkt, ja. Kijk, maar dat was je over 36 geweest. Maar dat is ook wel een mooie tijd hoor. Ik bedoel, 36 geweest, ik wil nog wat. Nee, ze is er onder. Wat is dit dan voor een gigantische uitspring? Ik schrik ervan. Jolanda Telman uit Hardenberg. Wat was dat aan Jolanda? 36-31 samen met Melissa Telman. Er moest wat geschreven worden denk ik tussen die twee. Dat kan haast niet anders. Ik denk moeder en dochter die daar eventjes zouden beslissen wie toch de snelste van de twee was. Op die 5 kilometer, maar het was toch Jolanda aan het eind van 36-31. Die wat sneller was dan Melissa, 36-34. Daar worden we thuis nog over nagepraat. Ja, maar zo, als ik naar links kijk, dan zie ik in de verte de laatste fietser, de achterfietser. Ik denk dat hier rechts niks zit. Dat klopt ook. Die logica kijk ik ook.
Ik heb net even 10 kilometer lopers gezien. Ja, dat zijn er toch wel leuke lopers bij hoor. Ik zag net Gert-Jan de Haan. Nou, die hebben al heel lang eigenlijk niet meer aan de wedstrijd gezien. Het was toch wel een loper. Nou, dat was wel heel wat jaren terug. Die heel goed mee bovenaf voorin. Wat kan Gert-Jan? Hij traint tegenwoordig weer super zijn best. Hij doet het echt mega maximaal om weer vooraan mee te kunnen komen. Dus we gaan het zo meteen zien. Ik heb nog wel andere verrassingen. Maar daarover zo meteen meer natuurlijk bij die 10 kilometer. We gaan natuurlijk ons opmaken voor die finish. Voor die laatste loper. Ja, die laatste loper. Moedige man, hè. Dat is het natuurlijk. Hij komt hier binnen. Om zijn 5 kilometer onder de 38 gaan we misschien net niet meer halen. Maar het is... Gert Willem Lennerts. Dat bedoel ik weer. En Gert Willem Lennerts uit Hardenberg. En Gert, grote applaus voor jou natuurlijk. Hier in Hardenberg. En hij gaat finishen, dames en heren. En geef ik u ook nog meteen zijn officiële tijd. 38.08. En hiermee zijn we aan het eind gekomen van deze 5 kilometer van de 17e Rabo Kemperstadloop.